Ja, dat van die factuur komt laatst. Oh, wacht, sorry, ik heb een wisselgesprek. Oh, hey, ik moet Maaike nog naar de hockey brengen. En ik moet eerst koken. Ik hoop dat Jan al de keuken klaar heeft gemaakt. Ik moet nu ophangen, ik ben thuis. Oké. Wat? Sorry hoor, maar nu ben ik het echt helemaal zat. Elke keer als ik thuis kom, zie ik dit. Krant en een flesje bier. Is het jouw zaak soms? Zeker is het wel mijn zaak. Ik heb hier een huishouden te houden. En ik heb 4 kinderen. Het zijn ook jouw kinderen, hè? Het gaat toch zo prima? Ongelooflijk dat je zo reageert. Echt, ik wil scheiden. Nou is het echt veel te lang doorgegaan. Ga maar terug naar Francusi. Prima, scheiden. Ik ben helemaal klaar met jouw gezeik. Je mag de kinderen ook wel even meenemen, want opvoeden is echt zo'n ding, hè? Oké, prima. Ja, mijn kinderen ook even meenemen. Opvoeden, hoe moeilijk kan het zijn? Vader en moeder besluiten de kinderen nog even niks te vertellen over de scheiding. Ze laten het rusten tot de vakantie. Ik wou dat het zo'n vakantie was. We hebben veel te veel huiswerk. Jongens, papa heeft hem net gebeld. Deze zomer gaan we naar Francusi met papa. Yes. Yes! Ik weet al wat ik ga doen. Zwemmen zeker. Ja. Oh yes, ik ga lekker in de zon zitten. Of we gaan zeilen met z'n allen. Ja! Wat de meiden niet weten, is dat hun vader voorlopig niet van plan is om terug te gaan. Maar dat mag de vakantiepret niet drukken. Yay! Oh, ik ga lekker stokbrood halen. Ik ben zo terug. Ik vind het zo fijn om hier te zijn. Ik ga mama meteen bellen. Ja, laten we het gaan vertellen. Wat zijn jullie nou weer aan het doen? Wat doe je? Ik heb jullie moeder al gesproken en ze heeft veel te druk. Ze heeft echt geen tijd voor jullie verhalen. Ze is gewoon heel druk bezig. Wat heb jij nou? Ik had stokbrood besteld, maar volgens mij begreep ze me niet helemaal. Oh ja, dat is waar ook. In Francusi spreken ze een hele rare, moeilijke taal. En zien kan orange, meneer, en rood, meneer, uit Tula. En los en wat, en los en wat, en los en doet, en los en wat, en los en wat, en los en wat, en los en wat, en los en los en wat. Een maand later zijn de kinderen nog niet terug. Moeder maakt zich zorgen, maar wordt van een kastje naar de muur gestuurd. Ja, ze zouden maar 2 weken weg zijn. En ik krijg mijn man niet te pakken, ze nemen niet op. Oké, bedankt voor de moeite. Weer een maand later zijn de meiden de camping ook een beetje zat. Hoe laat is het? Ja, het is 2 uur. 2 uur pas. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb al met alles gespeeld. En ik heb al 10 keer gezwommen. Ik mis mijn vrienden van thuis. Ja, en ik mis mama. Ja, en papa zorgt ook niet goed voor ons. We eten al weken hetzelfde. Als die mensen nou niet zo'n gekke taal spreken, dan konden we ook vrienden maken. Laten we een school zoeken waar we Francusi's kunnen leren. Wat een supergoed idee! Ja, die middag leest vader iets in de krant. Oh nee, hier staat dat er kinderen zijn ontvoerd. En ik word verdacht voor ontvoering. Hij besluit dat het niet zo langer kan en geeft zich aan bij de politie. Wat doe je? Dit is Kevin. Ajuda, ajuda, ajuda. Oh, ze leren hier Francusi's. Ik heb het niet kinderbescherming. Ja, heeft het over kinderbescherming. Ik spreek ervan ook Nederlands. Zal ik jullie alles uitleggen?
Natuurlijk. Ja. Letje. Ik vertel het even, want ik ben ook Nederlands. Dat is kinderrechter Pepijn. Ik ben kinderrechter Maas. En wij hebben gezien dat jullie in de krant stonden en dat jullie ontvoerd waren door jullie vader. Wij gaan jullie helpen om jullie naar je moeder te brengen.